Meijer en ik ga jullie inspireren met een gerecht met de basisproducten van de Knorr Professional Line. We gaan een gerechtje bereiden met de kalfschenkel. En die gaan we lekker glaceren in de kalfsjus van de Knorr Professional Line. Het vlees gaan we combineren met vis, in dit geval met schaaldieren. De langoustien ga ik gebruiken. Daarnaast heb ik jonge scheutjes van shallot. We hebben wat radijs, we hebben bundelzwammetjes en wat verse kruiden. En de saus die we gaan bereiden is een klassieke, zelfs een traditionele saus, de Hollandaise. Alleen ga ik die op een innovatieve manier bereiden, laat ik zo zien. En we gaan hem op smaak brengen met de vleesglas. En het mooie van dit is, het is een pasta. Hij is makkelijk op te lossen straks in mijn Hollandaise. En heeft een enorme vleessmaak. En dat gaat mijn Hollandaise straks op smaak brengen. We gaan beginnen met de Hollandaise. Voor de Hollandaise heb ik room in mijn pannetje. En dan ga ik wat citroensap aan toevoegen. Zout. En peper. En dan ga ik de eidooier toevoegen. We gaan een Hollandaise maken op een innovatieve manier. En de nieuwe manier is, ik ga warm roeren tot 75 graden. Zodat mijn dooiers een binding aangaan met mijn room en de citroensap. Ik kom hier op het punt dat ik de juiste dikte heb. Wat we nu gaan doen is de geklaarde boter toevoegen. En dan gaan we de vleesglas toevoegen. Is die smaak van geroosterd vlees. Dat moet een boost geven nu aan mijn Hollandaise. Kijk, en dat is het mooie van deze glas, dat hij makkelijk oplost. Afproeven. Mooie volle smaak van de eidooiers. Geroosterde vleesmaak om er mooi doorheen zetten van de vleesglas. De Hollandaise gaan we in de chiffon doen. En gas toevoegen. En dit is het resultaat dat we willen. Een mooie schuim van Hollandaise. Lucht hebben we nu toegevoegd. Dus het is eigenlijk de innovatieve manier van een Hollandaise bereiden. Dan gaan we nu de kalfschenkel gaan we plukken. Die gaan we glaceren. In een Knorr Professional kalfje. Die vlies halen we een klein beetje uit, waardoor we dit soort elementen allemaal krijgen. Ja, de kalfje is nu aan het reduceren, aan het inkoken. Goed gereduceerd. En dan voeg ik de schenkel toe. En daar ga ik lekker mee glaceren. Dan voeg ik ook aan toe de knolselderij. U ziet dat ik de jus rustig laat koken. Voeg er de radijsjes toe. En breng het gehele smaak met peper. Dan gaan we langoustiens toevoegen. Ja, om en om mooi dichtgooien. Kalfschenkel mooi geglaceerd. Lauwwarm, knolselderij en de radijsjes. En dan gaan we nu opmaken. Langoustien in mijn bord. You got to cool down. Take it easy. Dan spuit ik hem eerst even in een pannetje. Dan kan je veel beter doseren. Gaan we de citrusleaf. En dan de pit van de Oost-Indische kers. En daar gaan we ook nog toevoegen als crudité. Please don't go.